Vandaag maak ik het hoofd van Giel met Dirt voor op de Dirtberg. En ik vind hem wel mooi geworden, maar wat Giel ervan vindt, dat weet ik nog zo net niet. Maar daar komen we samen vandaag achter. Ja, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe Kleurstad Survival van de Noobspeler. Vandaag gaan we weer heel veel leuke avonturen beleven. Maar voordat we dat gaan doen, zetten we natuurlijk eerst wat mensen op mijn vuurtoren of fame. Deze keer zijn dat Ria van Gestel, Levi Wenning, Becca Prins en Cyril van Bogaert zegt Noob, ik ben ook dom. Yo, ben jij ook een beetje dom? Ik ben niet dom hoor, ik ben misschien wel een beetje onhandig. En ik hou gewoon veel van dicht. Maar veel mensen vinden dat dom. Nou, ik niet. Maar jullie hebben het zeker verdiend om op de vuurtoren of fame te komen. Dus gaan jullie met me mee naar de vuurtoren of fame? Want daar kom je op als je een leuke reactie hebt achtergelaten. En wil jij nou ook op de vuurtoren of fame? Dan moet je me dat zeker even laten weten met een leuke reactie. En dan kom je er ook op. Even kijken. Ah, hier is nog een plekje. Kijk eens, nu staan jullie er ook mooi op. En wat gaan wij doen als we iemand op de vuurtoren of fame hebben gezet? Dan springen we natuurlijk naar beneden. Dus dat gaan we doen. Helemaal naar boven met de ladder. En kijk eens, Dirtdorp staat erbij. Maar nog steeds geen hoofd van Giel. Daar moet eigenlijk een hoofd van Giel. Ja, ja, dat gaan we doen. Maar ik heb alleen maar Dirt bij. Laten we een mooie hoofd van Dirt gaan maken van Giel. Wow! Oeh, dat ging net goed. Ik sprong mis van de duikplank. Ja, ik heb een goed idee. Ik ga een heel groot hoofd maken van Dirt voor Giel. Waar die ook op lijkt. Want als hij langskomt, dan wil hij ook zijn hoofd hebben. Helemaal vol Dirt. Dat ga ik gebruiken om Giel zijn hoofd te maken. En die ga ik hier helemaal boven zetten. Even kijken hier bij de achtbaan. Ja, dit is een goed idee. Oké, okay, ga jij maar weer terug, karretje. Oeh, naar beneden. Ga maar terug, ga maar terug. Ga maar naar beneden, karretje. Oké. Okay. Dan haal ik deze even weg. En dan zetten we hier de Dirt neer. Het hoofd van Giel is af, maar ik wil hem nog niet laten zien. Die mag Giel als eerst zien. Dus wil jij het hoofd nou zien van Giel? Je kan hem nou net niet zien. Dan moet je het einde van de video kijken, want dan zie je hem zeker. En dan gaan we nu naar Kleurstad. Oké, dan zijn we in Kleurstad. En ik heb een goed idee. Ik heb namelijk een goed idee. In de kluis van Kleus ligt namelijk nog een diamant. En die ga ik gebruiken om ze te lokken. En dan mogen ze naar Dirtdorp komen. Ja, dat is een goed idee. Even kijken. Kijk, hier is nog één diamant. Die ga ik pakken, hè. En dan ga ik zeggen wie er het langst in Dirtdorp blijft. Die krijgt deze diamant. Ik denk dat ze dat wel leuk vinden. Oké, ik pak wat popcornetjes mee. Ik ga even ze een brief sturen dat ze moeten komen naar de wensput. Willen jullie een diamant? Ja, dan kom naar de wenspunt. Want wie het langst in Dirtdorp blijft, die krijgt een diamant. Die gaan we opsturen naar Giel en naar de pro. En dan gaan we gewoon langs bij Mick. Want volgens mij is Mick thuis. Jongens, ik verveel me echt kapot. Hey, ik ben echt... Wat ben je aan het doen? Noobie, hoor jij mij of zo? Ik zeg net dat ik me kapot verveel en jij komt hier binnen. Nou, dat is toevallig, want ik heb namelijk iets heel leuks te doen vandaag. Jij hebt iets heel leuks te doen vandaag. Ik heb geen zin om met Dirt te bouwen, Noob. Nee, we gaan niet met Dirt bouwen, maar ik vind het wel heel leuk. Maar ik weet zeker dat jij het ook wel heel leuk vindt, hoor, als ik vertel waarom en hoe. Oké, wat is er? Weet je wat ik namelijk heb? Wat heb je namelijk? Dit! Wat? Noob, hoe ben je zo... Ik heb dat ook, maar ik heb er maar twee. Ik wil er wel nog één. Oeh, ja, maar ik ga ze niet zomaar weggeven, wat ik normaal altijd goed doe. Noob, want... ik heb al wat... Oh nee, ik heb geen Dirt bij me. Ik kan het wel ruilen voor wat Dirt, nee, als je dat wil. Ik heb op dit moment genoeg Dirt. En dat zeg ik bijna nooit. Maar ik heb namelijk iets geleerd. Jullie doen daar heel veel voor dit. Doe springen als... Oké, geef maar. Ja, ik zei alleen maar springen. Ik zei niet dat je hem dan zou krijgen. Maar jullie doen alles als ik een diamant vast heb. Nee, als je hem geeft, Noob. Als je hem vast hebt. Oké, maar daarom heb ik een leuk idee. Ik wil best wel een diamond weggeven. Maar... Oké, je hebt mijn aandacht. Oké, ja. Maar dan moeten jullie allemaal een keer naar Dirtdorp komen logeren. Dirtdorp komen... Je betaalt ons één diamond als we logeren in Dirtdorp. Dan wie het langste, blijft, die krijgt hem. Oké. Noob, jij bent mijn allerbeste vriend, tuurlijk. Ja. Ik blijf sowieso het langst in Dirtdorp en dan krijg ik die diamond, toch? Ja. Oké, doet de rest ook mee of ben ik de enige die meedoet? Nee, de rest doet ook mee, want anders dan kan er toch niemand het langste blijven? Jawel, dan was ik automatisch het langst gebleven. Ja, maar dan was je... Nee, zo werkt het niet. Sinds wanneer ben jij zo slim, Noobie? Nou, ja, daarom. Slim. Ik weet dat jullie nou dingen doen voor diamanten en niet voor Dirt. Ik heb iets geleerd. Daarom. Ja, ik ben eigenlijk wel super slim. Pro, kom hier! Yes! Heb je nou de pro gekillt? Wat is dit nou
weer? Wow. Ja, we waren een spelletje aan het doen met pijl en boog. En ik heb eindelijk weer gewonnen natuurlijk. En ja, je hebt gewonnen. Ja, ik heb gewonnen. Giel, je bent sowieso al een paar keer dood gegaan, waardoor de pro minder HP had, hè? Nee. Vraag maar aan de pro. Hij gaat daar sowieso hallo, zeggen. Hallo. Pro, ik heb gewonnen. Nee, ik heb je 3 keer gekillt en je hebt armor aan en ik niet. Dat is helemaal niet waar. Je hebt wel armor aan. Er zitten wel mijn pijlen in je, Giel. Jij bent jongens. Allemaal leuk en aardig. Maar jullie weten waarom jullie hier zijn voor deze diamant. Ja. Diamant? Ik heb een diamant. Dus zijn jullie er klaar voor? Ja, ik heb mijn bed al bij. Okay. Ik heb... Ik ben mijn bed vergeten. Oh ja, ik moet dan natuurlijk slapen. Wacht, Noobie. Ik moet snel mijn bed halen. Oké. Okay. Volgens mij staat er nog een bed in de McDonald's. Sneller. Oh, staat hier nog een bed? Oh ja, hier staat nee. Nee, er staat nog geen bed. Jawel, jawel, jawel. Ah, kijk eens aan. Oké, Noobie, dan kan ik nu wel mee. Want ja, we moeten wel slapen natuurlijk. Kom jongens. Ik denk dat ik wel 10 nachten ga slapen. Big bed of je leven. Volg mij maar met de diamant. Ja, ik volg jou met de diamant. Met een diamant. Of volg de diamant maar, bedoel je. Ja, kom jongens. Oké. In de treinstation naar Timberland. Wat ga ik doen. Gelukkig duurt deze trein helemaal niet zo lang. Nee, helemaal niet zo lang. Het duurt veel te lang. Nee, echt maar 20 minuten of zo. Oké. Oh jeetje. Zo weer zin in. Gelukkig is die van Dirt. Hier jongens. Jee, gelukkig. De volgende. Ja. Oké, dankjewel. Nou, gaan jullie maar eerst hoor, dan hoef ik minder lang in de deur te blijven. Doei! Hoppakee, boom, let's go! Allemaal de deurtorp in de treintje. Oké, maar even Noobie voor de zekerheid. Wie het langst in de deurtorp blijft, krijgt die diamond, toch? Ja, die krijgt deze diamond die ik nu maar aan heb. Oké, top. Dit is geen neppe diamond, toch? Nee. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Hoe kan ik nou een neppe diamond doen? Ja, volgens mij bestaan die ook niet. Noob, zijn we er al bijna? Jeetje, dit duurt echt 20 minuten. Ja, het is wel eigenlijk wel een... Maar ja, hier, als je omhoog gaat, dan zijn we bijna. Je moet wel uitstappen, want dan kan ik daar niet aankomen. Ik ben uitgestapt. Het is niet zo lang meer, volgens mij. Jeetje, dit is ook echt een noob treinstation. Dit is eigenlijk helemaal niet zo heel goed gedaan, hè? Nee. Het is maar één karretje, maar we zijn veel meer. Ja, had je niet gewoon 4 sporen kunnen maken of zo? Nee, had ik eigenlijk wel kunnen doen. Maar, jongens. Oké, vanaf nu begint het volgens mij. Ik weet waarom jullie hier zijn. Ja, omdat we die diamond willen, niet voor jouw gezelligheid. En nu mag je niet meer. Jongens, jullie hebben geen dirt betaald. Nee, maar... Moet ik dirt ook nog eens betalen? Ja, kijk, alsjeblieft. Maar op een bordje, 64 dirt. Oké, ik heb al betaald. Op Corgiel staat er. Nee, voor de noob staat er. Mick, kom eens hier naar buiten snel. Ja, wat is er, pro? Kijk maar in deze kist, dan kun je betaling doen. Noob, alsjeblieft, hier zit de dirt. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Oh, hier. Noob, ik heb voor jou 64. Ja. Zo, alsjeblieft. Oké, Noob, waar kan ik mijn bed plaatsen? Want ik denk dat... heb jij een slaapplek voor ons? Dat mag je zelf weten als je maar binnen de lijnen bent van Turtorp. En de lijnen zijn eigenlijk vanaf bij de vuurtoren tot aan de Mikhoofd. Oké, ik ga hier zoeken. Oké, ik denk dat ik... de McDonald's, zeg maar, die lijkt wel een beetje op mijn McDonald's. Dus ik denk dat ik daar gewoon mijn bed ga plaatsen. Dan voel ik me wel een beetje in kleur, stadsoe. Hoppakee, kijk eens aan. Ja, dit is wel echt een hele... Kom jij hier ook slapen, Giel? Dat is wel gezellig. Als je dat gezellig vindt. Ja, maar dan moet je... Jij moet wel in die hoek, hoor, want je snurkt. Ik ga hier liggen. Ga jij op tafel? Ja. Waar gaat de pro? In de McDonald's mag het allemaal. Ja, van mij wel, zolang het maar niet mijn McDonald's is. Waar is pro-speler? Dat weet ik ook niet. Jongens. Hij is daar. Hij is naar de vuurtoren. Ik ben hier overal binnen geweest, aan de kamers geweest. Ik kan je nu al vertellen, ik ga je echt niet slapen. Hoezo niet? Het is toch super mooi. Nee, ik ga je niet slapen. Ik ga je niet slapen. Nee, het stinkt allemaal naar dirt. Elk huis stinkt naar dirt. Kijk dan wat ik heb. Ik heb er daar een stack van thuis. Ik weet het niet. Zo, oké dan. Pro is wel heel rijk volgens mij. Ja. Ik ga je echt niet slapen. Dit is echt niks van mij. Trouwens, pro, goed, ga maar weg. Dan, ik ga ook. Ja, één diamond voor 24 uur. Jullie zijn knettergek, joh. Nee, je bent langs die blijft. Nog erger. Zo nog erger. Oké, nou, super, Mick. We zijn nog maar met z'n tweeën over. Ja, dit gaat lekker snel. En ik kan je vertellen, Giel, ik ga hier echt een week blijven als het moet. Daar geloof ik echt helemaal niks van, Mick. Want ik slaap nu bij jou in de dirt Donald en ik ga jou helemaal gek maken, waardoor je sowieso al wat eerder weg wil. Nee, ik ga jou helemaal gek maken. Dat is één ding wat zeker. Nee. Maar Noobie. Ja. Weet je, ja, nu wil je top zijn. Geef ons eens een tour door deurtoor. Ja, leuk. Wat is dit? Is dat... Dit is de McDonald's. Ja, die ken ik, maar die daarnaast. Dit is de vuurtoren.
vuurtoren! De vuurtoren? Oh, maar er is helemaal geen vuur! Nee, maar wel een toren! Oh ja. Oké. Okay. Ja, dus, okay. Maar een vuurtoren zit er nooit vuur in, Mick. Nee, maar... Kijk, er is hier wel hout! Ja, er is hier hout! Ja, dit is wel... Noob, sinds wanneer bouw je met hout? Ja, nee, Klus heeft mij geholpen met, de trappen. Want anders dan... Want ik vond, trappen vond ik wel mooi verhandig. Maar de rest moest wel deur. Ja, dat kun je niet maken van een deur natuurlijk. Dat is wel jammer, ja. Nee, dat je geen deurtrap hebt. Helemaal naar boven, jongens! Oké. Kijk eens, hier staan allemaal namen op. Ja! Oh, dat is natuurlijk de Fame! Ja, dat is de Fame-vuurtoren! Sta ik er ook op? Oké. Okay. Nee. Ik wel, ik sta helemaal bovenaan. Ja! Ik wil ook op. Hey, ik ben het coolste van iedereen. Dan moeten we wel even een bordje pakken. Wacht, ik spring snel. Waar ben je, Noob? Woehoe, ik spring naar beneden. Woehoe, ik kom even een bordje pakken. Oh, hier is een trap. Oh, je kan nog meer naar boven. Ja! Boven, dan is hier nog een ladder. Zo, wat? Noob, dit is niet heel noob veilig als ik zo kijk. Ik ben al heel vaak naar beneden gevallen. Ja, dat dacht ik al. Kijk, hier sta ik. Helemaal boven. Heb jij een sign, Noobie? Ja, ik ben naar beneden gesprongen om snel een sign te halen. Oké, wacht. Ik heb een idee. Oké. Ja, waar ben je? Noob? Ja, ik ben hier. Ik kan dan hier zo. Kijk Nee. Hier. Jawel. Nee, hier helemaal boven. Ik wil helemaal boven. Hey. Ik wil boven Giel nog. Nee, want ik stond bovenaan. Dat heeft de Noob tegen mij gezegd. Jij mag hier zo. Waar is de sign? Nee. Hoezo niet? Je kan ook hier aan de andere kant. Dan sta je doe maar aan de zijkant. Dan sta ik op gelijke hoogte van Giel. Toch? Ja. Gelijke hoogte kan ik nog aan. Auw! Auw! Ik ben naar beneden gevallen. Oké, dat moet je niet doen. Hey, je hebt hier een duikplank. Ja! Nee, Mick, dan ga je buiten de deur op, hè? Ik ben dood. Oké, gelukkig heb ik mijn bed daar neergezet. Oh nee. Oké, maar goed dat ik mijn bed hier heb neergezet, anders spande ik in kleurstad. Giel, ben jij nou ook dood gegaan? Ja, ik ben er afgegooid door de Noob. Ik ook. Oh, je bent er afgegooid, je bent gekild door de Noob. Hij duwde me er gewoon af, zeg maar. Hij stond op de duikplank. Of niet expres, maar gewoon. Noobie, ik zou zeggen kleurstad of, ik bedoel Dirtdorp, is nog veel groter, toch? Dus... Laat zien. Ja, laat zien. Oké, jullie hebben nou geen honger. En paaseieren. Ja, die heb ik met Pasen gevonden. Waren 6 eieren. Verstopt. Pas is al voorbij, hè? Ja, maar dan heb ik hier neergezet als mijn beloning. Dat ik paaseieren. Die heb ik allemaal gevonden. Er zat er eentje in de vuurtoren. En er zat er... Oh, weet je wat ik ga doen? Oké, blijf even wachten, jongens. Ik kom eraan. Ik heb een goed idee. Ik ga sowieso winnen. Ik heb zelfs 6 steaks mee. Ik heb karretjes. Karretjes? Ja, want ik heb ook een hele grote achtbaan. En die achtbaan... Ja, die gaat helemaal naar boven op de Dirtberg. Moet je kijken. Ja, kijk, die mooie Dirtberg. Hey. Die heb je nog niet gezien, Giel. Ja, Noob, wanneer kom ik er eigenlijk bij? Ja, want dat heb je wel beloofd, volgens mij. Ik staat er al op, maar ik heb hem moeten maken. Staat er al op. Ik sta er helemaal niet op. Jij moet die rechter voorstellen, volgens mij. Helemaal rechts? Ja. Daar lijkt het niet eens een beetje op. Ik moest hem maken van Dirt. Omdat ik vind dat je er wel op lijkt, Giel. Als ja, ik ook. Mick, nee, dat is gewoon een belediging. Daar lijkt ik niet op. Nou, jawel, daar lijkt je wel zeker. Kijk uit, doe eens rustig, man. Weet je wat, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Ik ga er gewoon vandoor. Ga je er nu al vandoor, omdat je lelijk stand hebt? Ja, ik ga er vandoor, ja. Nou, doei. Hij is al weg. Jeetje, dat was snel. Noobie, weet je, ik wil toch wel je achtbaan uittesten eigenlijk. Dat kan wel. Oké. Maar ik heb wel gewonnen, toch? Je hebt wel gewonnen, maar die krijgt deze die krijg je dan na de achtbaan. Oké. Laten we die achtbaan uittesten, want je hebt me wel een beetje benieuwd gemaakt. Ja, maar ik vind hem wel mooi, Giel. Ja, ik vind hem ook heel erg mooi. Oké, waar is de ingang van de achtbaan? Ja, die is bij de vuurtoren. Bij de vuur... Oh, jeetje, wat is dat zo'n grote achtbaan? Ja, die wordt echt super groot. Die gaat... Nee, hij is... Wordt hij super groot of is die al super groot? Hij is al super groot. Oké, hij is toch wel af, want het moet wel veilig zijn. Ja, hij is wel af. Kijk, maar hij is echt super slim gedaan. Kijk, hier begin je, want dan spring ik altijd naar beneden. En dan kan je hier zitten. Kom, we gaan met z'n tweeën. Druk maar op de knop. Oké, 3, 2, 1, boom! Dat gaat toch niet, Noobie? Nog een keer drukken. Zo, boom, let's go! Oké. Dit is de achtbaan, dit is het begin. Hier moet je de spanning opbouwen. En nu komen we bij de wat omhoog gaat. Eigenlijk is het een soort van treintje die door heel
Turtorp gaat. Ja, maar hij gaat dadelijk wel heel hard naar beneden. Dus oh, jeetje. Oké, we gaan wel heel hoog, Noobie. Ik hou eigenlijk helemaal niet van achtbanen. Nee, maar ik wel. En deze komt namelijk langs mijn Eiffeltoren. Of gaat er zelfs onder toren. Eiffeltoren? Ja. Oh ja. Waarom die lava? Dat is echt heel gevaarlijk. Ja, daar ben ik ook al een paar keer ingevallen. Kijk, ik ga naar beneden. Kijk uit. Oh, jeetje. Over jouw hoofd heen. Oké, over mijn hoofd heen. Oh ja. Mijn achtbaan die blijft, of mijn karretje blijft stilstaan. Oh nee! Oh ja, nee. Ik kom al. Oh jeetje! Ah! Oké! Okay. Nee. Wow, yo! Oké. Ik heb hier naar boven gedaan. Oh nee, wat heb je gedaan? Ik heb gebouwd hier. Je hebt Giel's hoofd hier geplaatst. Ja! Oké, maar dat maakt niet uit, want we kunnen gewoon... Je kan ook gewoon hier naar beneden zo. Nee, kijk, ik maak mijn karretje kapot en dan zet ik hem weer hier neer. Auw! Kijk eens aan, dan ga ik weer door. Ja, gaan we weer naar beneden. Hoppa. Oké, maar dit was het ook, of niet? Ja, dit was het ook. Oké, ik vind het fantastisch. Mag ik nu mijn diamond? Ja, nu mag jij een diamond hebben. Wacht, ik denk dat ik weer uitkom bij de vuurtoren of vee. Ja, daar kom je weer uit als het goed is. Ja. Ja, kijk eens aan. Oké, Noobie, ik wil mijn diamond. Ik heb duidelijk gewonnen. Ja, dat klopt. Ik ben heel blij dat je zo'n standbeeld van Giel hebt gemaakt. Want daardoor hoef ik waarschijnlijk een stuk minder lang hier te zitten. Want ik denk dat Giel anders wel heel lang hier was gebleven. Ja, denk je dat? Jij hebt wel gewonnen. Nou, eerlijk is eerlijk. Kijk hier. Ik zet jouw treintje neer. En dan ga erin zitten. En dan krijg je hier een diamant. Heb je hem al? Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Doei, Noob. Ik ga weer terug naar Kleurstad. Ja, kijk dan. Daar staat Giel nu ook al bij Dugberg. Nee, hij vond hem niet zo mooi. Daarom ging je snel terug naar Kleurstad. Oh, hopelijk heb ik hem niet beledigd. Want Mick ziet er wel beter uit. En de klus. En ik zelf met mijn hoofd natuurlijk. Maar Giel, die ziet er wel uit van de Turk. Nou jongens en meisjes, vond je dit nou een leuke video? Dan kan je deze Noobie video zeker ook kijken. En deze video ook. Tot de volgende keer. Doei. Kijk dan op het hoofd.